Xavi, Isabella. Kom gezellig zitten, kom gezellig zitten. Ja, een applaus, tuurlijk. Waar gaan jullie? Zo, kan ik? Mag ik naast jullie? Heel goed. Hey, hoe gaat het, Pim? Goed. Hoe gaat het, Rijn? Goed. Oké. Okay. Hoe vinden jullie het om hier te zitten? Leuk. Ja, ook leuk. Oké. Okay. Jullie, ook wel leuk. Jullie, eigenlijk begon jij met een actie, toch, Pim? Ja. Hoe ging dat? Hoe zit dat? Vertel eens. Ik zat bij Rijn in de klas. En Rijn werd ziek. En eigenlijk vergat iedereen hem een soort van. Dus toen dacht ik van... Want hij kwam niet meer op school. Toen dacht ik van ja, dat kan eigenlijk niet. Want het was toch een klasgenoot. En ja, hij was er gewoon niet meer. Dus toen dacht ik... Ik moet aandacht vragen voor mensen... Of kinderen met kanker. En toen ben ik in korte broek gegaan in de winter. Je hebt hem nog steeds aan, zie ik. Ja. Rijn ook. Wist jij dat hij dat ging doen? Hadden jullie het erover gehad? Of, Nee, eerst wist ik er gewoon helemaal niks van. En toen hoorde ik dat en toen vond ik het echt heel mooi. Ja, jij lag in het ziekenhuis, je had wel andere dingen aan je hoofd. Ja. Jij bent jouw actie gaan doen in korte broek, vooral om geld in te zamelen, toch? Ja. Dat begon eerst een beetje in jouw dorp en vervolgens is dat ook een beetje overgenomen door... Ja, toen wou de krant komen en toen kwam dat in de krant en toen werd het al wel groter. En toen ging het eerste jaar heel snel en toen, ja. Toen heeft ook de verdubbeld met de voetbalclub, toch? Ja, de voetbalclub in onze stad, ging... Welke stad? Doetinchem. Welke voetbalclub? Graafschap. Uh-huh. Die ging... Willen we allemaal even weten, toch? Ja. Die ging ons helpen, omdat zij hebben natuurlijk best een groot contact met iedereen. Dus zij ging een video maken met ons, om meer aandacht te vragen. Oké. Okay. Nou, dat is gelukt, toch? Ja. Iedereen wil het weten, maar ik ga het nog niet vragen. Hoe gaat het met jou? Dat wil ik eerst weten. Ja, gewoon supergoed. Uit het ziekenhuis in ieder geval? Ja. Doe je gewoon weer mee met alles? Ja, ik doe gewoon weer met alles mee. Oké. Okay. En je voelt je goed? Ja. Mannen, hoeveel hebben jullie opgehaald? Het eerste jaar, toen ik alleen in korte broek ging, hadden we €14.000 opgehaald. Zo! Ja. Wacht even. En het tweede jaar toen wij samen in korte broek gingen? €300.000. Waar is dat naartoe gegaan? Naar Kika. Oké. Okay. Om kinderen die in jouw situatie zitten, om die beter te kunnen helpen. Toch? Groot applaus, Pim en Rijn. In korte broek, dames en heren. Gaat de actie. Ik kom ertussen zitten. Gaat de actie nog door eigenlijk? Of is die nu gestopt? Ja, er zijn nu een aantal dagen in december. 20 tot 24 december. Gaan we weer in korte broek met zoveel mogelijk kinderen. En het is overgenomen door andere kinderen. Ook door andere kinderen. Wie doet er mee? Wie gaat er ook in korte broek? Ja? Oh, ik zie al ver. De eerste vinger is van verre. Hupsakee, bam, zeker. Oké, okay, hartstikke goed. Mannen, dank jullie wel. En ik zag Kees de Veer, zag ik ook zijn vinger opsteken trouwens. Zeker. Hey, toppers. Groot applaus, Pim en Rijn. Xavi, hoe gaat het? Goed, en met u? Met u gaat het ook goed, dankjewel. Waar ben jij mee bezig? Ik heb de stichting Voetballen voor Veiligheid opgericht, omdat er veel jongerengeweld is in Amsterdam en in de rest van Nederland. En wat ik precies doe, ik geef voetbaltoernooien, clinics, workshops en online doe ik meetingen. Bijvoorbeeld voor jongeren die het moeilijk hebben, dan laat ik weten bijvoorbeeld via mijn Instagram. Daar zet ik, ja, wat is de quote van de, of niet de quote van de week, maar wat willen jullie deze week bespreekbaar maken? En dan ga ik gezellig een babbeltje met ze maken over dat of met... met andere professionals. Afgelopen week lazen we ook weer in de krant bericht over geweld bij jullie in Amsterdam-Zuidoost.
vooral geweld gebruikt door jongeren. Jij probeert juist een beetje voor verbinding te zorgen, toch? Ja, precies. Voetballen voor veiligheid staat eigenlijk voor veiligheid, verbinding en verandering. En onlangs heb ik ook mijn eigen movement gestart. Be good for your hood. Dat betekent wees goed voor je buurt. Bijvoorbeeld wat ik laatst heb gedaan, vorig jaar in de kerstperiode, had ik veel jongeren verzameld en hadden we kaarten voor eenzame ouderen. In de kerstperiode hadden we brieven geschreven met fijn kerst, want ja, anders zijn de ouderen ook alleen. En ik doe ook voedselpakketten, geef ik aan mensen die het moeilijk hebben. Oké. En dus de voetbaltoernooien, doen daar alleen kinderen en jongeren aan mee? Nee, niet alleen kinderen en jongeren. Ook de politie of profvoetballers of advocaten komen af en toe ook daar kijken. Want bijvoorbeeld als je de politie ziet, denkt iedereen van ik moet wegrennen. En als je ze dan bijvoorbeeld in het echt begint te kennen, dan zijn ze toch wel een andere persoon. Dus juist belangrijk om elkaar te leren kennen, om naar elkaar te luisteren. En om op die manier dus een beetje respect voor elkaar te krijgen, zeg maar. Ja. Hebben we hem weer, respect. Ja, precies. En ik zou tegen iedereen in de zaal zeggen, blijf aandacht geven aan het positieve. Want als je aandacht geeft aan het positieve, dan begint dat ook te groeien. Mooi man, Xavi, dankjewel. Wij wisselen ook weer van plek. Isabella. Hoe gaat het? Goed. Goed. Hoe? Spannend? Ja. Weet je wel, dat zie je helemaal niet aan je. Hey, hoe vind je het om hier te zitten? Ja, leuk. Bijzonder. Toch wel leuk ook. Ja. Ik zie dat je een bandje om hebt met Oekraïne erop. Ja. Hoe zit dat? Ik ben half Oekraïens en half Nederlands. Dat komt omdat mijn moeder uit Oekraïne komt en mijn vader uit Nederland. Oké. Dan is er een hoop nieuws en een hoop te vertellen. En begin dit jaar kwamen er... Ging jij wel eens naar Oekraïne? Ik ben heel vaak in Oekraïne geweest. Of het nou naar Kiev was of naar het westen. Ik ben overal geweest, dus dan kan ik iedereen helpen. Oké. En je kent dus heel veel, en jullie kennen dus heel veel mensen in Oekraïne. Toen kwam daar begin dit jaar oorlog. Toen kwamen er ineens heel veel vluchtelingen. En toen dacht jij, hé, daar kan ik wat mee. Ja, toen ik hoorde en zag wat er allemaal gebeurt, dacht ik, wie beter dan ik kan helpen. Want ik ken de culturen, ik ken de taal en ik kan kinderen helpen. We hebben ook een foto van je. Want waar sta je hier? Op een protest in Amsterdam om aandacht te krijgen voor de oorlog en voor Oekraïne. Want naast Oekraïne, naast het helpen van vluchtelingen, want wat doe je dan als hulp eigenlijk? Begeleiden, vertalen en ook allemaal spullen inzamelen. Zo hebben we ook een oproep in ons dorp gedaan voor kleren en soms stond ons huis helemaal vol met kleren. Oké. Hey, er zitten ook kinderen in de zaal, toch, uit Oekraïne? Ja, een drieling. Een drieling? Zullen we ze er even bij vragen? Durven ze dat, denk je? Gaat dit in als zijn, Tranjaasje? Ja, dat bedoel ik dus. Durven ze erbij? Ja, kom erbij. Dan schuif maar even. Voorzichtig. Ja, het is een heel donker trapje. Het is heel donker. Kom erbij. Een drieling. Heel goed. Kom zitten. Een samenspressie. Wat zei je? Ja, dat u het zelf vroeg. Oh, zeg even, welkom dat jullie er zijn en wat tof dat jullie hier durven te zitten en dit allemaal doen. Omdat je inderdaad zo weer doet. Zo weer dat... смогли прийти сюда на сцену. Вы не побоялись. Молодцы. Wat zei ze? Ze vinden het spannend. Ja, dat kan ik. Daar kunnen wij allemaal. Dit was niet gerepeteerd, maar ik dacht ineens. Oh ja, dat is. Zo gaat dat. Hey, maar dit is dus eigenlijk wat jij doet, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Een beetje dus dingen vertalen voor bijvoorbeeld deze meiden. Maar ook luisteren wat zij nodig hebben, zeg maar. En ze daarmee helpen, toch? Hoe zit dat precies?
Nou ja, eerst hoorden we dat er een drieling in ons dorp was. En toen gingen mijn moeder en ik kijken waar ze woonden en kennis maken. En het begon allemaal met helpen, vertalen en begeleiden. Maar nu zijn we hele goede vriendinnen gekregen. Ook kunnen ze nu hun eigen weg vinden in ons dorp. Oké. Maar je luistert toch ook... Hoe oud ben je eigenlijk? 10. 10. Dames en heren, ben je 10. En dan regel je dit soort dingen allemaal. Even een applausje, toch? Ja. Hey, dan ging je ook heel vaak naar Kiev. Meestal naar dezelfde plek, naar hetzelfde huis, appartement. Daar hebben we ook nog een foto van hoe dat er nu uitzag. Wat is daar gebeurd? Dat is een park waar ik eigenlijk heel mijn jeugd heb gespeeld. En daar is nu laatst een raketaanval geweest. En daar zit nu een heel groot gat in de grond. En wat doet dat dan met jou om dit allemaal te zien? Ja, het is heel pijnlijk om dit allemaal te zien, want ja, je denkt, hier was alles goed en nu in één keer is alles verwoest. Dus wat is jouw boodschap eigenlijk over de oorlog? Nou ja, meer aandacht ervoor geven en stop de oorlog. Gewoon heel veel helpen en ja, ook meer aandacht ervoor geven. En vooral stoppen. Ja. Hartstikke goed. Een groot applaus en heel erg dankjewel. Isabella! Zeker. Kunnen een paar mensen van ons eventjes de drie meiden mee naar beneden helpen? Dank jullie wel. Wat is dankjewel in het Oekraïens? Дякую. Hoe? Дякую. Дякую? Дякую. Дякую. Дякую, dames. Voorzichtig. Even iemand daar helpen bij het trapje. Ja? Super lief, super fijn. Dankjewel. En jullie ook heel erg dankjewel voor jullie verhalen. Ga lekker op je plek zitten.